Neskin. Hallo. Hey, ja, toch? Hallo. Hallo. Je hebt al heel fijn gesoundcheckt. Dat vond ik al te gek. Dank daarvoor. Hebben natuurlijk, de luisteraar heeft dat nog niet kunnen meepakken. Maar ja, even terug naar een paar uur geleden. Want jullie hebben opgetreden en volgens mij zijn jullie nog helemaal... We zijn nog high. Nog high ervan. Dat is echt super lijp. Hoe was het? Vet. Vind ik super goed. Heel, heel vet publiek. Dat stond vol. Vet. Ja, eigenlijk hoe we het hadden voorgesteld. Hoe we het hadden gewild. Ja. Het ging eigenlijk precies zoals ik dacht dat het zou gaan. Het was wel mooi, het was in de Charlie en die tent stond afgeladen vol. En daarbuiten ook nog een hele ring mensen op elkaar gestapeld om nog iets te kunnen meepakken. Wat deed het met jullie om hier te staan en dat publiek zo mee te zien gaan? Ja, dan ga je gewoon twee keer zo hard. Ja. Daar ben je echt heel blij van. Ja. Als je die mensen in de zaal staan, dan kan je ook wel om lachen, maar dit was echt vet. Ja. Mensen meeklappen en zo. Dat... Ja. Ik vond het een mooie Ferry, je had net een hele mooie omschrijving van hoe het voelde. Ja, klopt ja. Het was, vroeger keken wij soms wel eens Dragon Ball Z. Ja. En dan had je Goku en die ging uiteindelijk naar Super Saiyan. Zo voelde het. Het was echt waanzinnig. Wat een energie, jongen. Die hele tent, niet normaal. Ging helemaal los. Ja, was echt waanzinnig. Had je nog, van tevoren bedenk je natuurlijk een set. Zijn er nog van afgeweken? Want je dacht van, oh, we gaan nu... Nee, het was eigenlijk de eerste keer dat we deze set zo live hebben gespeeld ook nog. Dus het was eigenlijk spannend genoeg. Ja. Dus dat hebben we toch maar even zo gehouden. Was het tof dat het zo werkt inderdaad. Ja. Ja. En dan heb je de afgelopen tijd natuurlijk ontzettend veel gave dingen gedaan. Veel mooie festivals gespeeld. Festivals doen het bijna soort van klaar. Ja. We hebben nog wel wat staan. Wij moeten nog even hoor. Ja, nog even. Maar tot nu toe dan. Wat zijn de hoogste punten van de afgelopen maanden? Want die hebben zoveel gedaan. Ja, een beetje... Lowlands wordt er zeker wel bij, denk ik. En Best Kept Secret sowieso. België vond ik ook leuk. Het was niet de beste show, maar de sfeer was heel erg goed. Ze speelden Latrite Magique. Ergens in de Ardennen. Gaaf festival is dat, hè? Het sfeertje was zo leuk. Ja. Alleen maar Nederlanders, had ik niet verwacht. Nee, nou, ik had nog kaarten weggegeven ervoor. Echt? En toen zei ik nog van, ja, het is heel leuk. Het is echt gewoon een festival van daar. Ja. Maar inderdaad, gewoon heel veel Nederlanders. Ja, niet normaal, man. Sorry. Ik heb een woord Frans gepraat. Nee, wat goed. Jullie gaan nu ook... Oh, wacht, dan moeten we nog een bal trekken. Ja, we hebben iets nieuws. We hebben een... tenminste, dat heb je volgens mij al een keer meegemaakt. Wat? In deze glazen bak. Ja. Zitten allemaal ballen en daar zitten vragen in van artiesten die we ook al hier hebben gehad. Oh. Dus Jasja, misschien wil jij... Ja, ik wil wel aan de ballen zitten. Ja, aan de ballen zitten. Ja. Oh, makkelijk hoor. Sorry, dit is liefhebben, mag dat? Ja, ja tuurlijk, maar alles mag. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat erin zit. Kielen. Het zijn wel gladde ballen, dat is dan wel weer... Oh shit. Jij mag hem openmaken, of zal ik hem voorlezen? Ja, les maar. Ja. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. Nee, precies. Spannend. Nee. Spannend. Broederliefde heeft ook vragen gemaakt. Dus, Oh, joh. Oh, shit. Even kijken. Van wie is het? Van Matt Simons. Ah. What was your worst first date? Nou. Nou, Jasje. Daar ga je. Jezus. Mijn allereerste sowieso... Oh. Ja, dat is gewoon vreselijk. Ik date ook nooit. Ik weet niet hoezo. Maar misschien... We gingen naar de film en het was afgrijzelijk. Ik vond het gewoon zo eng. Ik heb het daarna ook bijna nooit meer gedaan. Ik vond het gewoon niet leuk. Jij tindert alleen. Precies. Lekker swipen. Swipe. Lekker swipen. Ja. Ja. Veilig date is dat. Nou, ik ben heel blij met deze info. Want dit wist ik nog niet. Jee!